Heel eventjes terug naar video 1 over Eating With My Enemy. Toen zei ik dit. Het moment dat mijn YouTube kanaal een compliment krijgt van Michella, stop ik. Michella heeft mij gedm'd. En ik denk... Laat ik het voorlezen. Lieve Rijk, ik vind je video's fantastisch. Ze had ook nog een story had ze gemaakt trouwens. Ik ben geen 50, al zeg je dat elke keer weer. Nee, ik ben geen 50. Wil ik wat jou eten? Nee. Oh, wat? Die king is mijn dode hond. Ja? Waarschijnlijk heb jij geen hart voor dieren. Oh, nee. Goed, aflevering 2 van het absurdste programma hedendaagse televisie. Eating With My Enemy. Is met Morena. Ja. Yep, zij. Met degene wie ze op dat moment ruzie had. Faisal. Mijn naam is Faisal en je kan me kennen van mijn muziek of mijn online carrière en... Sorry. King Faisal. Ik denk dat Michelle een logo over de hond. Dit op de handen staat voor King Faisal. Plus, ik ben heel benieuwd. Woont hij in huizen? Of heeft hij de vraag verkeerd begrepen? Dit is zo'n domme grap. Oké. Seks. Ja. Af en toe. Niet te vaak. Ik bedoel man of vrouw. What the fuck? Hi guys, ik ben Morena. Je zult me wel kennen van TikTok. Oké. Je zult hem wel kennen van TikTok. Faisal die heeft mij vandaag uitgenodigd om een hapje met hem te gaan eten. Er is heel veel gebeurd en dat moet vandaag gewoon uitgesproken worden. De eerste keer dat ik Morena zag was eigenlijk omdat ik haar had uitgenodigd voor mijn YouTube kanaal. En we samen een YouTube video gingen opnemen. Ah nee, niet meer. Dit was letterlijk het verhaal van vorige week. En dan nodigde ik mensen uit op mijn bank. En daarvoor had ik Lisa uitgenodigd. Laat me raden, Morena wist niet hoe je de auto moest starten. En Faisal kocht een sekspop en deed haar lipstift op. Ik zag dat ze wel een aantal views hadden op YouTube. En ik vond het ook gewoon leuk voor mijn carrière. Dus toen ben ik naar Amsterdam gegaan. Je wat? Carrière. Je carrière. We hebben nog superleuk contact gehouden, nog met elkaar gebeld. En toen de video eenmaal online kwam, begon de drama, baby. Ik zag dus dat er meerdere video's natuurlijk van mij waren geplaatst die onwijs veel waren bekeken op YouTube. 2 jaar geleden geüpload, 77.000. Dat is prima. Verklaart alleen nog niet waarom zij nog prijskaartjes op de schoenen heeft. Dus ik ging wel een beetje twijfelen aan mezelf van oké, hoeveel hebben ze wel verdiend met die video's? Nee, dit gaat niet het verhaal zijn. Het gaat niet zo zijn dat zij achteraf zag hoeveel views het kreeg en dat ze geld wilde zien. Fuck that. Wat dacht ze? Dat de video werd gefilmd voor zijn privécollectie. Tuurlijk werd er geld mee verdiend. Toen de video online kwam kreeg ik eigenlijk gelijk een telefoontje. Ik dacht van oh my god, Morena bel me. Dus ik zei hey girl. Dus ik dacht, Morena bel me met leuk nieuws of zo. Maar ik werd na 2 seconden voor al het vieze en gore en heftige uitgescholden wat er maar bestond. En toen dacht zij dus dat ik met die 40.000 views 40.000 euro had verdiend en ze wilde haar deel. Wat? 40.000 euro? Dat zat ik nu niet hier zo. 40.000, dat is 100 euro. Mits je aan alle regels van YouTube hebt gehouden. Dan heeft hij ook nog een co-host. Denk ook niet dat hij het zelf edit. Kill heeft verlies gemaakt op die video. Ik wil trouwens wel die video zien nou. 30 seconds met Morena. Laatste spel wat ik met haar zou spelen. Oké. Pris. Hart van. Mario. Leest hij dan wel? Armin van Voren. Oh my. Hij las gewoon het briefje op. Hij las gewoon de woorden op. Ik heb ze alle 4 goed opgelezen. Dat zijn, hoeveel punten zijn dat? Oké, misschien is deze video wel 40.000 euro waard. Uiteindelijk was ze gelijk live gegaan op TikTok. En ging ze dat verhaal aan iedereen vertellen dat ik haar 40.000 euro moest betalen. En zo gingen dagen door. What the fuck gebeurt hier? What the fuck is ze hier aan het doen? Is dit een reconstructie van haar online ruzie? Ze is 31. Dit shot vind ik nog dommer dan Shirley die elke keer een verrekijker gebruikt. Goed, het verhaal is Faisal had haar lippen belachelijk gemaakt. En toen zagen ze elkaar weer bij Good Luck Guys, dan kregen ze weer ruzie. En ondertussen was Faisal aan het twerken. Hij heeft me gewoon weer beledigd. En dat kan ik gewoon niet van hem pikken, dat kan toch niet? Na thuiskomst van de opnames heb ik Morena nooit meer gesproken. Ik wil eigenlijk met Morena dineren omdat ik haar stiekem ergens wel heel grappig en leuk vind. Maar ik kan er gewoon niet uitstaan. Als ik langer dan een uur met haar ben, heb ik zin om mijn schoen naar haar hoofd toe te gooien. En een uur? Nou, langer dan een uur ben ik mijn allerbeste vrienden zat die ik sinds groep 1 ken. Een uur met Morena, dan zit ik in de psychose. En elke keer als we samen zijn, gaat het mis. Morena. Ik denk persoonlijk als haar... Oh, dat was cringe. Kanker. Dat was crazy. Wat in de superhelden cartoon was deze scène? Hij doet zijn zonnebril omhoog en herhaalt haar naam 3 keer. Zij doet deze pose. What the fuck? Ze denken ze zijn James Bond enemies. Je hebt gewoon ruzie gemaakt op TikTok. Je hebt de uitnodiging geaccepteerd? Zeker. Waarom? Ja, zeg maar waarom al die pesterijen en zo op internet tegenover mij? Want met wat heb ik jou gepest? Nou ja, je hebt een aantal video's van mij gemaakt op TikTok. Best wel sarcastische video's naar mij toe. Maar was dit voor of nadat jij mij ging uitschelden voor... en weet ik veel wat allemaal?
Oh, dat weet ik niet meer. Nee, daarom, dat dacht ik al, dat je dat niet meer wist. Ah ja, dat. Dat weet ik niet meer. Ik had eigenlijk ook niet verwacht dat je daarover zou beginnen. Dus beroep me op mijn zwijgrecht. Omdat in mijn herinnering is zij begonnen met de ruzie. Ja. Er was niks aan de hand. En Toen werd ik gebeld. Ja. Met, je hebt zoveel geld verdiend op achter onze rug. Nou schat, ten eerste, ik heb geen 40.000 euro verdiend. Oh. Ja, ik was natuurlijk helemaal nieuw, hè, in die wereld. Oh. En over hoeveel praten we dan? 100. 100 euro. 100? Waar praten we over? Daar veeg ik mijn reet mee af. Ja, nou dan hadden we dit allemaal kunnen skippen eigenlijk. En ja, ik voelde me gewoon een beetje gebruikt of zo. Ja, het was echt heel boos. Dus je kan niet iemand normaal bellen als je boos bent? Nee, ik was op dat moment echt heel vurig. Ja, ik was echt boos. Sorry, voor mij komt het allemaal een beetje borderline over. Want ene moment ben je zo en ander moment ben je zo. Nee, ik heb geen borderline. Ik heb wel kenmerken, maar ik heb geen borderline. Kenmerken? En ik weet precies waarom ik boos ben geworden. Hij denkt je precies zoals wat ik dacht. Hoezo de fuck ging ze hier serieus op in? The fuck? Nee, ik heb geen borderline. Nee, ik heb mezelf laten testen. Ik ben wel bipolair. Ik heb ook kenmerken van borderline, maar... Oké, ik hoef niet gelijk heel je medisch dossier. Je bent gewoon raar. Dat bedoel ik meer. Niet dat ik letterlijk diagnosticeerde dat je borderline bent. What the fuck? Waarom ik boos ben geworden, hè? Ik vind gewoon dat jij vanuit jezelf mij sowieso iets van 200 of 300 euro had moeten geven. Ja. dit verzint ze gewoon nu net. 30 seconden geleden dacht ze nog dat er 40.000 euro mee was verdiend. Dan wil je echt niet 200 euro. Daarbij, 200... Morena, als je mij een keer komt filmen, krijg je 200 euro. Plus reiskostenvergoeding. En een nieuwe lipgloss. Waarom heb jij mij online belachelijk gemaakt? Maar met wat heb ik jou belachelijk gemaakt dan? Weet je, dat je echt zo mij nadoet op een hele vervelende manier. Dus echt zo, ja. Maar dat is ook wat je de hele tijd, schat. Je doet niet anders dan je... Ja, maar je deed het echt heel gemeen. Ik vond het best accuraat. Ja. Dat is wat ze de hele dag doet. Dat is het enige woord wat ze kent. Als ik nu naar haar TikTok ga... Ja. Hier, lipgloss. Hi, guys. Ik ben het zo zat allemaal. Ik heb gewoon kippenvel. Waarom zoemt ze een slak? Schat, maar je lip is gewoon fucking groot. Daar kan ik niks aan doen, hè? Ja, maar het was ook gewoon de manier waarop je het deed. Dat was gewoon echt een vreselijke vijzel die ik zag. Ik vond het best wel Halloween-achtig. Want ene moment liet ze me schrikken, andere moment was ze blij. Ik vind het echt heel eng. Jij bent gewoon jaloers op mij. Zie je, ze sport niet. Nou, zij sport echt niet. Zij fucking veel mood swings, the fuck? Hier is ze teleurgesteld. Hier is ze verdrietig. Dan schiet ze in de lach. Dan kust ze opeens een kenkergrote slak. En dat is allemaal in 30 seconden. Ja, toen gingen ze eten. Ze gingen echt gewoon eten alsof er pauze was van de opnames. Ze vergaten gewoon even dat ze meededen aan een programma. Je schot mij uit en je zei allemaal dingen tegen mij. En dat vond ik gewoon niet leuk. Nee. Ja, maar jij deed ook niet echt bepaald heel normaal. Word ik ook een monstertje, hè? Ja. Ik ben bang. Ja. Ik heb het gevoel dat Faisal, as we speak, een trauma aan het oplopen is. Ik zweer, hij zit straks aan de EMDR. Het ene moment lachten ze. En dan huilden ze. Dan was ze boos. Waarom zoek je altijd ruzie met iedereen? Als ik met iedereen zoek, zo. Dat is echt een lastige vraag. Dit is meestal ook gewoon omdat, weet je, ik kan sommige dingen zeg maar niet verwerken, de haat die ik krijg. En dan word ik zo. Dat maakt het Morena, die altijd boos is. Dat is het eerlijkste antwoord wat je ooit een influencer gaat horen zien krijgen. Dat was geen zin. Ze zegt, ik kan het niet verwerken. Ik krijg zoveel haat, ik kan het niet verwerken. En dit haalt dat bij mij naar boven. Zie je hoe leuk zij is als ze gewoon normaal is, als ze niet liegt en niet gek is? Maar bij jou was het gewoon omdat, je had echt niks verkeerds gedaan. Nee, had je ook niet gedaan. Dus eigenlijk ben ik onschuldig. Ja, eigenlijk wel. Nou, achteraf heb ik ook een beetje spijt hoor. Dus eigenlijk ben ik helemaal niet zo'n slecht persoon. Jij bent geen slecht persoon, zeker niet. Ik vind jou echt wel een leuke kerel, alleen af en toe doe je een beetje fake. Ja, af en toe ben je gewoon een beetje fake. Ik dacht dat het een mooi moment ging. Ja, Faisal fake noemen. Ja, zijn gezicht is fake. Maar ik weet niet of jij in de positie bent om iemand fake te noemen op deze aardkloot. Zij verandert zelf zoveel in één minuut. Zij loopt straks naar buiten met een ander paspoort. Ja, maar gewoon. Hoezo fake? Misschien is het gewoon ook puur enthousiasme. Ik ben niet fake. Ja. Mijn gezicht is misschien fake. Mm-hmm. Je gedrag, niet je gezicht. Mijn gezicht wel, mijn gedrag niet. Je gedrag. Ik heb niet het gevoel dat zij weet wat fake betekent. Ze zei ook dit. Hoezo fake? Misschien is het gewoon ook puur enthousiasme. Dat heeft niks met fake... Wat?
Dat is gewoon misschien hysterisch of zo, maar dat is misschien, hysterisch dan. Dat is misschien een deel van wie ik ben. Ja, denk hysterisch. Ik zei het toch! Oh ja, hysterisch. Is dat geen synoniem van fake? Ik heb van de week een hysterische Gucci-tas in Turkije gekocht. Dat klopt ook niet. Nee, oké, wacht. Hi Siri, wat is de vertaling van fake? Nou, toen kwam de rekening die Faisal uiteraard nam, want hij krijgt 40.000 euro per video. Sorry naar jou toe dat ik je zo heb behandeld. Ik had het niet zo ver moeten laten gaan, zeg maar. Oké. Nou, ik ben blij dat... Ik ben heel emotioneel persoon. Waarom? Ja, gewoon, dat ben ik gewoon. Maar je ziet hem ook kijken naar de productie. Zie je dit ook? What the fuck gebeurt hier? Sorry. Nou, knuffel dan maar. Ja. Kom maar. Dat is zo zielig. Zij moet helemaal niet meedoen aan een tv-programma. Een therapieprogramma. Dat is wat ze... Nou, toen gaven ze elkaar een knuffel. En toen stond ze aan het einde zo op elkaar nog eens tegen te komen op een tropisch eiland. Dat betekent, ze willen gewoon nog een keer meedoen aan Good Luck Guys. Oké.